In het gemeentehuis van Zoeterwoude nam burgemeester Fred van Tricht donderdag afscheid van de gemeenteraad. Dit zijn mensen die er natuurlijk een vergoeding voor krijgen, maar die zich met hart en ziel inzetten voor Zoeterwoude. Zoals ik al zei, Zoeterwoude weer een stukje mooier maken. En ik vind dat je daar als gemeente ongelooflijk trots en blij mee mag zijn en dat je dat ook moet uiten. Dat verdienen ze. Grote afwezige was CDA-voorman Arjan Baks. Nou ja, wat ik erover kan vertellen is dat hij er niet is omdat hij besloten heeft om zijn benoeming niet te accepteren. En hij het te emotioneel vond om er hierbij te zijn. Dat is wat ik ervan weet, Robert. Oud-burgemeester Lisbeth Bloemen kwam ook naar de raadzaal om afscheid te nemen. 2,5 jaar ongeveer waren ze van mij. En nu al 1,5 jaar niet meer, maar ik denk het is toch wel leuk. En iets wat vandaag niet genoemd is, maar waar ik altijd heel blij mee was, is deze hele periode was de absolute meerderheid vrouw. En helaas de komende periode niet. Maar dat heb ik altijd heel leuk gevonden. Er zijn maar weinig gemeenten die dat hebben. En dat vond ik altijd een extraatje. Volgende week wordt de nieuwe raad geïnstalleerd.